Wauw, de Bandjets. Ze zijn weer als een pletwals over de wei gegaan hier in Werchter. En daarna nog met een bulldozer erover. En nog met een pikdorser tot echt iedereen gewoon helemaal plat gespeeld was. All areas. Heel veel mensen die het daarmee eens zijn, die op 60-30 laten weten. België, muziekland, laat Daniel weten. Kippenvel heeft ook nog iemand gestuurd met heel veel E's. En ze zijn hier gewoon mijn favoriete Gentse band met Oostendse roots, The Vanjets. Yo! Hallo. Yo! Hoe fantastisch was dat alweer? Ja, het was echt fingerlicking. Voor onszelf ook, we waren goed ingespeeld zo. En Rammstein, even zo van die roosters, dat ze bedenken voor de andere bands met zo een tapijtje. En dat was juist like in ons living spelen. En iedereen was echt vrij relaxed. En dat was vrij cool, vrij cool. Iedereen was echt te zwaar, hè? Het was max. Want je hebt al vaak de ondankbare taak gehad, wordt dan gezegd ondankbaar, om ja, de mainstage te openen. Maar iedere keer opnieuw is dat gewoon een overrompeling. Het staat er al meteen vol voor jullie, hè? Ja, ik was vrij verrast door de opkomst. We waren hier gisteren met McCartney geweest. Gespeeld. Niet gespeeld. Gespeeld. Maar yesterday gespeeld met hem. Maar dan zie je dat Werchter, je komt er niet elke week, dat dat echt huge is. En er stond superveel volk voor ons, dus ja. dat was direct feest. Ja. En jullie hebben, we hoorden het daarnet al, aan het begin van Two Tides of Ice even de Brabantzone erdoor gehaald. Voor de Rode Duivels natuurlijk, die vanavond moeten spelen. En hier beneden, onder ons, aan de studio, hebben jullie ook net zoiets gedaan, hè? Ook net de Brabantzone integraal gespeeld. En de mensen hebben de tekst zelfs... Ja, ik stond ervan te kijken. Is... Heel veel volk eigenlijk wel redelijk goed mee te zingen. Wel. Dat wordt een hit. Ik denk dat dat een hit wordt. Brabantzone. Nummer 1 in afrekening bent u. Dat is goed. Daar kijken we naar uit. We zien die single binnenkort wel komen. Single. En het filmpje van die Brabantzone die jullie daarnet gespeeld hebben hier onder onze studio, dat gaan we zo meteen ook online zien verschijnen op stubru.be en al onze sociale kanalen. Heren van de Vanjets, heel erg bedankt om langs te komen. Het was alweer fantastisch. Dank u wel. Heel gauw, tot de volgende keer. Ja. Studio Brussel.